Welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Jan en vandaag zijn we weer terug bij een gloednieuw Discord bot tutorial V13. Ik zit het heel laat in de avond op te nemen. Kan zijn dat ik morgen terugkom met deze video. Of ja, voor jullie is het dan gewoon dezelfde video, maar voor mij is het dan een dag later. Maar laten we al snel erin duiken. Het is 's avonds, ik ben een beetje moe. Of ja, een beetje, heel erg. Dus ik ga even wat snel erin. Nou, vandaag gaan we een dobbel en een kop of munt command gaan maken. Nou, ze zijn alle twee heel erg simpel. Gaat 10 minuten duren, ongeveer, denk ik. Nou, we gaan naar onze programmatieomgeving. We doen de rechtermuisknop op comments. Klikken we op new file. En dan noem ik deze dobbel.js. We gaan de basiscode van hallo.js binnenladen. Auf Wiedersehen. Oké, volgens mij is er nu minder lek. Hoop ik maar. Nou, we gaan alles kopiëren van hallo.js. Oh, had ik al gedaan. En dan hadden we hierin geplakt. En dan gaan we natuurlijk het command hier weghalen. Gaan we ook de naam veranderen naar onze dobbel. Hier hoeven we niks voor in te laden. Dat is fijn. Nou, nu gaan we een nummer maken wat tussen de 1 en de 6 is. Dan doen we met van. Nu, oh, ik heb ook helemaal geen uitleg. Van nummer. Je kan het ook op de Engels houden. Is het beste om het in het Engels te houden, maar ik doe het nu in het Nederlands. Dus van nummer is gelijk aan onze maat. Ziel, dit ga ik niet uitleggen. Tussen haakjes. Maat.random. Dan tussen haakjes en daarachter weer sterretje 6. Ik ga het maar een beetje uitleggen. We gaan kijken naar de vloer, dus dan gaat hij altijd een random getal geven van 0,999999 en nooit op 1. Maar, dus dan doen we dan maal 6. Dus dan geeft hij een getal op 1, 2, 3, 4, 5 of 6. En dan gaan we ook nog het berichtje terugsturen, dus dan doen we met return message.channel. Punt send tussen haakjes. Dan gebruiken we die van die gekke haakjes. Staan ook onderaan in de beschrijving. Nou. Als je nou Windows toets punt klikt, ja, dan krijg je allemaal dingen te zien. En dan kan je opzoeken naar een dobbelsteen. En hier staat hij dan. Dat hoeft niet. Ik doe het wel. Ik ga het ook gewoon nog even mooi maken om dat nog erbij te zetten. Nou, en dan doe ik dit type. Je hebt... Als je 4 keer van die setjes doet, dan wordt iets vet gedrukt. En als je dat dan ertussenin schrijft met dolle tikken gekrolde haakjes. Oké. Kunnen we allemaal die niet merken. Gaan we onze nummer of de number van hierboven meegeven. Dan doe ik hierachter nog gegooid. Dan hier nog punt, komma. Nou, dit kunnen we al gaan uittesten. We doen rechtermuisknop op index.js. Gaan we klikken op open integrated terminal. Als het even wilt werken, dat zou fijn zijn. Want het spijt me voor het liggen, dus avonds. Dus het mij ligt zit altijd wel. Nou, hier typen we een npm start. Ja, jullie kunnen het nog zien. Oh, dat gaat de bot opstarten. Ja.
lang. Ja, en als onze bot is opgestart, gaan we even naar Discord. Ik ga het heel snel uittesten, want ik heb geen zin om hier heel lang te blijven. Nou, we doen onze pre... Nee, dat meen je toch niet. Ik heb een Belgisch toetsenbord aan. Hup, hij werkt. Onze prefix en dan dubbel. Kijk, nu hebben we 2 gegooid. Doe het even nog een keer. Nu hebben we 4 gegooid. Doe het nog een keer dubbel. Nu hebben we 3 gegooid. Ja, het blijft misschien wel op een getal hangen. Bijvoorbeeld bij de... Als je 3 doet, dan gaat hij naar 4 en naar 2 of andersom. Zoiets. Nou, nu gaan we werken met de kop of een munt. Ik heb een munt. Hup. Oké. We doen rechtermuisknobbel onze comments. Klikken we op nieuw file. Ik noem deze, ja, kop of munt. Hoofdletters hoeft niet. Ik doe het gewoon zo, ja. Net zoals daarnet. De basiscode inhalen. Of erin inhalen, ja. Oh, je snapt wat ik bedoel. Nou, command weg. Noem het, ja, ik noem het even kop. Of M. Noem het even K of M. K of M. Boeit hij voor deze video, boeit dat niet. Nou, even mijn bestandje binnenhalen. Eigenlijk kunnen we gewoon hetzelfde doen. Ik zie een foutje in mijn voorbereiding. Gelukkig dat ik die nog heb gezien. Nou, we gaan naar onze dubbel. Daar kunnen we eigenlijk deze 2 regels hier gewoon kopiëren. En kunnen we die dan inpakken, ja. Oké. Hierboven gaan we nog een variabele aanmaken. Met var. Values. Values zijn waarden. Ik doe waardes. Waardes. Is gelijk aan dan zo'n vierkante haakje. Want nu gaan we een boekenkast meegeven. Dus een array. Want je hebt kof. Kop of je hebt munt. Kop of munt. Nou, dan doen we hier 2 dingen meegeven. Hier in de vierkante haakjes. Dubbele quotes. Kop. Dan hierachter nog komma. Dan weer dubbele quotes. Of munt. Of gewoon munt. Hierachter nog een punt komma. Nou. Dit gaan we een beetje aanpassen om onze nummer. De nummer gaan we maken naar resultaat. Ik heb dyslexie, dus ik weet niet hoe ik resultaat moet schrijven, helaas. Wat leuk. Oké, we gaan niet naar de vloer doen, maar we gaan naar de... Ik bedoel, we gaan niet naar de... Ik ga dat echt niet uitleggen. Bij mij werkt dat gewoon niet. Oké, dit klopt allemaal. Alleen we gaan die maal 6 doen. Maar we gaan maal onze... waardes. Onze waardes. Dan punt onze lengte. Van onze lengte. Nou, dit klopt allemaal. Hierachter doen we... Waardes. Dan doen we deze hier allemaal. Oeps. Nee, wacht. Oepsie. Ja. Dan doe je dan gekrulde haakjes nog in. Nou. Dit veranderen naar re. Ja, resultaat. Dit ga ik hier weghalen. Nou, resultaat. Doe ik gewoon zo houden. Maar nog een icoontje met... Windows toets punt.
Dan kan je nog een pakken. Ik heb pas geen munt erin, dus ik zal voor een geldzakje gaan. Of gewoon met een portemonnee. Dus ik doe, nou, laat ik maar voor het geldzakje gaan. We gaan voor het geldzakje. Nou. Nu kunnen we het al uittesten. Ja, de integrated terminal is al open. Ja, recht. Je weet wel, raak de muis lopen op index.js en dan open een integrated terminal. Nou, hier typen we in npm start. Oh, ik ben jezus moeilijk. Ben moe. We zijn al over de 10 minuten, man. Volg me op TikTok. Nou, als we... Nee. Hou op. Hij zit van alles weer te openen. Blijf overal vanaf. Hup. Die gaat weg. Oké, als onze bot is opgestart, kunnen we het gaan uittesten op Discord. We doen onze prefix en dan onze command. Bij mij is het kop of M. Key of M. Nou, nu hebben we kop. Nu hebben we... Kop, alweer, ja, kan. Ja, je hebt ook twee values. Hier, kijk, nu hebben we ook munt. Hè? Leuk, toch? Nou, zo zie je maar weer hoe je een simpel, ja, twee spelletjes kan maken in, ja. In je Discord-bot. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben net de 12 minuten aangetikt. Halleluja. Maar ik ga nu afsluiten. Het kan zijn dat er nog video's online komen van deze serie. Maar ik denk het niet. Maar hoe dan ook. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.